Mijn naam is Jeroen Guter, ik werk voor de NOS, voor Studio Sport, voor Langs de Lijn. Samen met mijn collega Arno Vermeulen heb ik een workshop gegeven over sportverslaggeving. Ik ben Brunhilde Kuiper en ik ben vrijwilligster bij Omroep Assen. Het heet een inspiratiedag en ik kan ook zeggen dat het dat is. Ik heb geleerd dat je in 15 minuten zoveel ideeën met elkaar op tafel kunt krijgen. En door goed naar elkaar te luisteren, daar ook aandacht voor te hebben. En dan komen er prachtige ideeën naar boven. Dus ik neem wel wat ideeën mee naar huis. Het was een ontzettend leuke dag. Ik heb de bezoekers die hier waren eigenlijk verteld hoe je vanuit een specifieke doelgroep, dus een specifiek groepje binnen jouw publiek en zijn of haar behoeften uiteindelijk een mediaproduct kan maken voor online. En dan kun je denken aan bijvoorbeeld een nieuwsbrief of social media kanaal of een YouTube-serie of wat dan ook. En daarbij vooral ook inspeelt op wat die mensen al doen. Dus zit iemand veel op YouTube, gebruikt hij dat veel, dan moet je daar gaan zitten. Zit hij op TikTok, ik noem maar iets, dan moet je daar gaan kijken. Ja, ik ben Sonja Veneman. Ik werk bij RTV Oost en Salland 1 voor de lokale omroep. Ik heb de workshops smartphone filmen gevolgd. Ik ben heel blij dat NPO dit aanbiedt, omdat er toch voor cursussen vaak wat meer middelen nodig zijn. Bijvoorbeeld leren filmen, dat is best wel prijzig. En dit zijn laagdrempelige manieren om toch dingen te leren en daar ben ik heel blij mee. Ik zou zeker tegen andere collega's willen zeggen van kom volgende keer naar de volgende Inspiratiedag. Omdat het niet alleen ook een heel bijzonder moment is om andere collega's van andere omroepen te zien, maar ook om op een andere manier geïnspireerd te worden. Het belangrijkste is echt toch wel dat als je dat je gebruik moet maken van de handvatten en de handreiking die de NLPO doet in hun opleidingen en met zo'n inspiratiedag, omdat het je echt verder helpt. En ik heb de cursus gevolgd presenteren van een nieuwsprogramma. Die sprak me ook het meeste aan. Eigenlijk toch ook wel omdat in het presenteren van een nieuwsprogramma is anders dan het presenteren van een regulier programma. Ja, en daar hoopte ik eigenlijk toch wat meer handvatten mee te krijgen om dat beter onder controle te krijgen. Nou, de Inspiratiedag vandaag was een fantastisch succes. Dus ja, het enige wat ik kan zeggen is op naar de volgende.